3 vishandelaren aangehouden na grote controleactie in Vlissingse vismijn. 150 man politie op zoek naar illegale en ondermaatse visvangsten. En verder in deze Zeeland nu. Vlissingse Raad toch akkoord met excuses. En looproute straks niet meer door natuurgebied. Goedenavond. Bij een grote politieactie vanochtend bij de vismijn in Vlissingen zijn 5 viskotters in beslag genomen. En ook nam de politie tussen de 4.000 en 6.000 kilo ondermaatse vis in beslag. Er zijn 3 vishandelaren aangehouden. Hier deed de politie vanochtend met meer dan 150 agenten een inval. In 4 van de 5 kotters zat een geheime ruimte waar illegaal gevangen vis verstopt was. Het zou gaan om ondermaatse zeebaars. Illegaal werd het verkocht. Dat is op een behoorlijke schaal gebeurd, hebben we een aantal keer gezien. En dat mag niet. Dat is één ding. Omdat, je mag niet op deze manier natuurlijk vissen. En belangrijker nog, dat het ecologische evenwicht natuurlijk negatief beïnvloedt. De vishandelaren worden ervan verdacht het afgelopen jaar in totaal tienduizenden kilo's vis illegaal te hebben verhandeld. Ze zouden hiermee honderdduizenden euro's hebben verdiend. Vissers willen niet reageren voor de camera, maar over het algemeen zijn ze boos en verbaasd. Een visser zei bijvoorbeeld, dit is van de zotte en dit gaat helemaal nergens over. Ondertussen is het wel weer rustig hier bij de vismijn. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Vlissingen gaat toch excuses aanbieden voor het slavernijverleden van de stad. Een voorstel daartoe werd gisteren in de gemeenteraad met een nipte meerderheid aangenomen, maar dat ging niet vanzelf. Lange tijd leek het er gisteravond op dat het voorstel van 5 Vlissingse partijen om het huidige bestuur publieke excuses te laten aanbieden voor de rol van de stad in de slavernij het niet zou gaan halen. Ook een emotioneel betoog van Vlissinger Julien Botse mocht in eerste instantie niet baten. In die tijd waren het de bestuurders en de notabelen in Vlissingen die bewust met de slavenhandel zijn begonnen voor financieel gewin. Ik sta hier voor erkenning. Een excuus voor het leed die de mensheid is aangedaan. Dat het voorstel dat nog 2 stemmen nodig had het uiteindelijk toch redde, kwam door de verdeeldheid in 2 partijen. Ruud Kleefman van Perspectief op Vlissingen stemde voor. Zijn fractiegenoot stemde tegen. Daarmee bleek er nog 1 stem tekort te zijn. En die kwam van SGP-voorvrouwen Lilian Jansen. 'S Middags was ze nog van plan om tegen te stemmen. Ik vind als je excuses aanbiedt, dan doe je dat voor je eigen handelen. Maar 's avonds wilde ze iets toevoegen aan het voorstel. Namelijk dat er ook excuses zouden komen voor het gebrek aan aandacht en begrip voor leed dat is aangericht door de slavernij. Toen dat erin stond, ging ze om. Dan vind ik ook als zij ons dat gunnen, dan hebben wij als SGP besloten van nou, 1 stem tegen, die blijft bij het standpunt en de ander geeft de gunnende stem. Ja, en bij mij in de studio zag hem al even in het filmpje Julien Botse. Meneer Botse, welkom, fijn dat u er bent. U was gisteravond heel geëmotioneerd. De excuses komen er nu wel, maar met een hele nipte meerderheid. Hè. Zijn het dan voor u nog wel echte excuses? Jawel, het zijn voor mij. Ik accepteer dit omdat het niet anders is. Of het kon anders, maar. Want ik dacht eerst van het wordt een collegebesluit. Maar dat is het niet geworden. En dan dacht ik van ja, er moeten andere manieren zijn om tot het besluit te komen. U was gisteravond heel geëmotioneerd, dat bent u nog steeds, hè? Ja, ik was toch geëmotioneerd omdat er. Ja, op een gegeven moment zag ik van 14 stemmen voor en 12 tegen. Dat is toch een heel aantal mensen eigenlijk. Dan lijkt het net een soort voetbalwedstrijd te worden, ja, terwijl het over zo'n heikel punt gaat. Ja, ja, ik stond er eigenlijk een beetje helemaal perplex van. Dat er zoveel mensen er tegen waren. En, maar ja, dat is ook zo. Als de mensen eigenlijk open stonden voor een dialoog, dat we erover konden praten, wat onze grieven waren en wat we eigenlijk bedoelden met excuses. Want excuses wordt bij veel mensen ervaren als financiële genoegdoening.
En dat is het niet. Mensen zijn tegen omdat ze bang zijn dat er allerlei financiële compensatieregelingen uit voort gaan vloeien. Maar dat is volgens u niet zo? Nee. Dat is, we hebben het nooit over gehad. En dat bevreemde mij eigenlijk. Dat uit vele toespraken van mensen dat ze dat zeiden. Nou worden die excuses publiekelijk uitgesproken, 1 juli. Is dat dan voor u voldoende? Zet u er dan een streep onder voor u? Ja, voor mij zet ik een streep onder. Want ja, eigenlijk daarvoor gingen we de excuses. En verder ja, moeten we via met elkaar praten. Ik citeerde dat al, dialogen met de verschillende groepen die er tegen waren, tot een vergelijk te komen. Dialoog. Dus meneer Botsen, fijn dat u er was. Dank u wel. Ja, en ondertussen, in diezelfde raadsvergadering gisteravond, overleefde wethouder Albert Vader een motie van wantrouwen over zijn optreden in het dossier Intervents. Oppositiepartijen in Vlissingen zegt gisteravond het vertrouwen op in Vader. De oppositie verwijt de wethouder het achterhouden van informatie en op overtreden van bevoegdheden in de zaak Intervents. Vader speelde een hoofdrol bij het besluit van de Zeeuwse zorgwethouders in 2021 om de zorgorganisatie te sluiten omdat die te duur zou zijn. En dat leidde tot grote onrust en onzekerheid onder 100 medewerkers, 1100 kwetsbare kinderen en hun ouders, wat uiteindelijk uitmondde in kamervragen aan de toenmalige minister Dekker. De motie van wantrouwen kreeg gisteravond geen meerderheid in de Vlissingse gemeenteraad. Albert Vader zelf ontkent dat hij informatie voor de raad heeft achtergehouden en raadt nu sommige Vlissingse raadsleden aan hun dossiers beter te lezen. De rechtbank in Middelburg heeft een 20-jarige man tot 15 maanden cel veroordeeld in een misbruikzaak waarbij ook een 15-jarig meisje uit Borselen betrokken is. De man uit de plaats Huizen spoorde het meisje aan een 2-jarig kind te misbruiken en foto's en filmpjes daarvan te maken. De politie kwam dat op het spoor na een tip van Amerikaanse opsporingsdiensten die opmerkten dat er kinderporno werd verspreid vanuit Borselen. Het is nog onduidelijk of het 15-jarige meisje uit Borselen of zij ook vervolgd gaat worden. Bij een ongeluk met een ambulance in Terneuzen is een 36-jarige man zwaar gewond geraakt. De man zat in een auto die voor de ambulance reed en de politie vermoedt dat hij linksaf wilde slaan op het moment dat de ambulance inhaalde. In de auto zat ook een kind van 3, dat is lichtgewond geraakt en de ambulancebestuurder, hij bleef ongedeerd. Oud-gedeputeerde Georges van Heukelom van de SGP is vandaag op 73-jarige leeftijd overleden. Van Heukelom was van 1987 tot 2015 actief in de Zeeuwse politiek. Eerst als statenlid en vanaf 2003 als gedeputeerde. En die laatste functie bekleedde hij tot 2015 toen hij werd opgevolgd door Harry van der Maas. Als gedeputeerde was Van Heukelom onder meer verantwoordelijk voor welzijn, zorg, onderwijs en communicatie. Het Orkest de Zeeuwse Muzikanten van gehandicapte organisatie CRLO houdt op te bestaan. De organisatie stopt de financiering en ook voor theatergroep Duinart van CRLO valt het doek. Het orkest en de theatergroep bestaan uit cliënten van de organisatie, maar deze activiteiten draaien nu elk jaar 50.000 euro verlies. En dan is het heel erg jammer dat we hem op deze manier niet voort kunnen zetten. Bottom line komt het erop neer dat we een zorginstelling zijn die zorg leveren, passend uit de vergoedingen die we daarvoor krijgen. En we zijn geen theatergezelschap. Voor alle cliënten wordt nu andere dagbesteding gezocht en zodra die is gevonden valt het doek echt definitief voor het 50-jarige orkest en de theatergroep. Ja, komend weekend dan is het weer marathonweekend in Zeeuws-Vlaanderen. Want dan staat de 13e editie van de marathon op het programma. Dit keer van Terneuzen naar Hulst. En in Terneuzen staat verslaggever Stefan Nijpjes, waar de hardlopers morgenochtend vertrekken. Stefan, ja, er is heel veel belangstelling, hè, voor deze marathon. Zeker genoeg belangstelling. 1200 hardlopers komen in actie en 1500 wandelaars. Zaterdag de hardlopers, zondag de wandelaars. Dus over belangstelling geen gebrek. Terwijl er toch ook andere marathons zijn. Want zondag bijvoorbeeld wordt de marathon van Rotterdam gelopen. Ja, toch ook veel concurrentie misschien daarvan. Nou, even over de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. De route is altijd tussen Hulst en Terneuzen. De finish die verandert dan ieder jaar van locatie. Dit jaar is de start in Terneuzen en de finish dan weer in Hulst. Maar die route die is niet helemaal hetzelfde gebleven, toch?
Nou, in grote lijnen wel. Alleen gisteravond heeft de organisatie toch besloten om een klein gedeelte van de route te schrappen. Dat is langs de Grote Kreek in Aksel. Dat is een zachte ondergrond van een paar honderd meter. Het is toch iets te glibberig, iets te modderig. En de organisatie vindt het niet verantwoord om daar met zoveel lopers overheen te gaan. Dus daar is een korte alternatieve route is daar bedacht. En dan is er nog een dingetje. Het eiland van Meijer, het karakteristieke natuurgebied tussen Spui en Terneuzen. Karakteristiek onderdeel in deze marathon. Daar mogen zaterdag mogen de hardlopers daar nog wel doorheen. Maar de wandelaars zondag niet meer. En dat komt omdat het te belastend is voor de natuur. Dit is dat natuurgebied, het eiland van Meijer. Een karakteristiek gedeelte in de marathon al sinds de eerste editie in 2009. De hardlopers mogen er dit jaar nog wel doorlopen, de wandelaars niet meer. De hardlopers die verblijven ongeveer gedurende die dag 3 kwartier op dit parcours. Dus vanaf de eerste loper tot en met de laatste loper. Mede doordat we starten in Terneuzen. Met de wandelaars starten we om 7 uur 's morgens. En ik denk dat dat bijna 2 uur duurt. Vanaf het moment dat de eerste wandelaar er doorgaat tot het moment dat de laatste wandelaar eraf gaat. Dan is de verblijftijd op het parcours te lang en dat zou de broed van de vogels te veel verstoren. In het najaar gaat de organisatie rond de tafel zitten met Staatsbosbeheer over het gebruik van natuurgebieden in de marathon. Duidelijk is wel dat het eiland van Meijer niet meer terugkeert de komende jaren. Het is een stukje natuur wat we moeten laten liggen voor de komende edities. Maar met respect voor de natuur en ook die moeten wij respecteren. Ook dat vinden wij goed dat het gebeurt. Boonman laat weten er alles aan te doen om de natuur schoon achter te laten na zo'n druk weekend. Dat doen we door zaterdag op te ruimen na de wedstrijd. Dat doen we door zondag op te ruimen na de wedstrijd. En dat doen we ook nog door het sturen van een veegploeg over het gehele parcours op maandag. Ja, terug naar Stefan Nijpjes in Terneuzen, waar de hardlopers dus morgenochtend gaan starten. Ja, Stefan, wie zijn de favorieten? Nou, we krijgen in ieder geval 2 nieuwe winnaars, want de titelverdedigers zijn er niet. Maarten van Zetten uit Zoetermeer staat op het punt om papa te worden of is al papa geworden, heeft dus afgemeld. En dat betekent dat Leenert van der Lucht uit Alblasserdam gezien wordt als de grote favoriet. Toch ook een snelle loper in natuurmarathons. En bij de vrouwen is Nienke Kluft uit Castricum afwezig. Zij won vorig jaar. En daardoor is er een kans aanwezig dat Leonie Ton uit Wissekerke, de ultraloopster, er morgen met de overwinning vandoor gaat. Maar ja, het is en blijft een marathon, een lange wedstrijd. Daarin kunnen altijd verrassende dingen gebeuren. Wie weet gaat dat morgen ook weer zo zijn. Vanaf 11 uur hier op de Markt in Terneuzen, de start van de 13e editie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Stefan, dankjewel. Ja, het was op de meeste plaatsen in Zeeland vandaag een zonnige voorjaarsdag met hier en daar toch nog een klein regenbuitje. En het zal dit weekend grotendeels droog blijven. Een enkele bui valt toch niet uit te sluiten. En de temperaturen zijn vooral in de ochtend toch nog behoorlijk fris. En op onze site meer over de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen waar we het net over hadden. Op onze site is precies te lezen hoe u thuis die marathon bij ons kan volgen. Zo start het verslag van de hardlopers morgen dus, Stefan zei het al, 11 uur bij Omroep Zeeland. En tot zover deze Zeeland Nu. Later vanavond nog RegioNet en terugkijken. En morgen dan ben ik weer bij u terug met een nieuwe Zeeland Nu. En dan ook het weekoverzicht. Alvast een fijn weekend en graag tot morgen.